Als boekhandel Donner om 11 uur open gaat, staan de Harry Potter fans al te popelen om naar binnen te gaan. Ik ben professor Trelawney en ik voorspel vandaag voor u de toekomst. En ik ben professor Anderling, ofwel professor McGonagall, en ik geef Transfiguration. De gekte barst aardig los, hè, de Harry Potter gekte. Ja, ja, maar ik voorzie wel problemen hoor in mijn glazen bol. Ja. Ja. Ja, dat gaat nooit goed aflopen, denk ik. Nee, nee, nee. De fans hebben veel te lang moeten wachten. Heel erg lang. Heel erg lang. Sinds ik deel 7 uit heb, heb ik eigenlijk gewoon gehoopt dat er ooit een boek zou komen over deze generatie. Waarom vind je Harry Potter zo leuk? Wat is er zo mooi aan? Nou, het is gewoon een soort deel van mijn leven geworden. Het is een andere wereld en ik voel me erin thuis. De boekhandel maakt er een echt feestje van. Met een beloning voor de fans met de beste outfits. En lessen die passen bij Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Wordt een tovenaar of heks die niet kan toveren? We gaan potions maken en we gaan kalligraferen. En hier op de afdeling zijn fotomomenten en allerlei lekkere snoepjes. Er is genoeg te doen de hele dag door. Even voor de niet-Harry Potter fans, wie moet jij voorstellen? Dobby, de huiself. Je bent heel groot fan volgens mij. Ja. Ja, en nou als Harry Potter fan hier, dat mag je niet missen natuurlijk, hè? Ze vindt het wel prima, hè, of niet? Ze vindt het hartstikke prima. Maar uiteindelijk draait het toch allemaal om het boek. Morgen ja. Is hij uit, toch? Denk ik wel, ja. Dat sluit ik inderdaad niet uit dat hij gewoon vanavond of ergens vannacht gewoon al weer uit is.